Ik ben Sophie, de mama van Lana, die in het derde jaar van de balletschool zit. Ja, uiteraard toen Lana naar ons kwam om te zeggen dat ze auditie wou doen voor de balletschool, verschoten we wel. We wisten ook niks van de danswereld. Waardoor dat er wel vragen komen, uiteraard. Vragen van, is uw kind mentaal sterk genoeg? Wat als er een blessure komt of ze wil het zelf niet meer? Kan ze dan nog naar een andere richting in een normaal, regulier onderwijs? Maar dan besef je ook wel van dat uw kind dat wil doen en dat dat haar droom is, dat ze nu moet waarmaken. En dat er ook maar enkelingen zijn dat de kans krijgen voor hier te zitten. En dan gaat het daar gewoon niet mee. Dan zijn die twijfels weg en je kind zijn ook sterk, is ook sterk genoeg en die weet ook wat dat ze wil. Als ze later iets anders wil doen, dat ze er wel komt. En wij steunen haar gewoon. En ik denk het meest trotse moment in een zaal was de voorstelling in het eerste jaar, de Bolero in de opera. Dat je daar als ouder gewoon zit en zie waarvoor dat je kind zo hard werkt en daar staat en geniet en straalt. En dan heb je zoiets als ouder van, daarvoor heb je kind dit laten doen en daarvoor doen ze deze opleiding. Dus ja, bij elk moment zijn wij trots dat ze hier staat en wat dat ze tot nu toe bereikt heeft. Als ik tips moet geven voor ouders, dat ze zich zeker goed informeren voordat ze hier starten. Dat ze ook blijven communiceren met de docenten en de directie. Blijf je kind gewoon steunen in het harde werk en de dromen die dat ze hebben. En dan laat je kind ook kind zijn. We hebben dat heel hard gemerkt van, er is ook een leven buiten de dansschool. En dat is ook nodig. Laat ze gewoon onder andere kinderen spelen en hun jeugd doen buiten de balletschool eigenlijk. Dat vonden wij belangrijk. Ook als mij als ouder, ik ben in de ouderraad ook gestapt. Gewoon, wij zijn niet thuis in de danswereld. En ik had zoiets, je staat dichter bij de school. En hoe dat het ook in de school eraan toe gaat. Als er vragen zijn, je kunt ook bij ouders terecht van de oudere jaren. En je ziet een evolutie van het eerste middelbaar naar het zesde middelbaar dat ze afstuderen. En dat is eigenlijk ook heel mooi om te zien. Dus ja, voor mij gaf dat eigenlijk wel heel veel steun op het moment dat Lana is gestart in de balletschool. Het is natuurlijk een kleine school, waardoor dat de kinderen en de docenten wel heel nauw in contact met elkaar staan. Dat is wel een voordeel. Ook als ze het mentaal of op fysiek vlak moeilijk hebben, kan er ook wel meteen gehandeld worden. We hebben ook gemerkt, ja, elk kind heeft een moeilijke periode, in de puberteit, maakt niet uit. Ups en downs, weten ze ook wie hun vertrouwenspersoon is. En dat is als ouder heel belangrijk om te weten dat de kinderen een WhatsApp kunnen sturen of dag, nacht, weekend, vakanties, maakt niet uit. Leerlingenbegeleiding staat heel nauw in contact met hun en dat is wel heel belangrijk ook. Voor die kinderen. En we zijn wel heel dankbaar als ouder dat de school daar zo hard aan werkt. Want het is en blijft een moeilijke wereld. En ze doen twee richtingen in elkaar, hè, dans, algemene vakken. Ze brengen ook heel veel uren door, gewoon op school, waardoor dat het heel belangrijk is dat ze weten bij wie dat ze terecht kunnen. Lana zit nu in het derde middelbaar en ik kan zeggen als ouder, hoe dat we haar zien groeien, dat wij voor haar de juiste keuze hebben gemaakt met het volgen wat dat zij wil. En als we ze in een richting hadden geduwd wat dat wij wouden, hadden wij een ongelukkig kind gehad en dat is het echt niet waard.